zijn hier vandaag bij de Nieuwe Waterweg. Deze watergang die loopt door de havens van Rotterdam. En in tegenstelling tot het Haringvliet heeft de Nieuwe Waterweg een open verbinding tussen zoet en zout. Wat dat voor diversiteit aan soorten op gaat leveren, dat ga ik jullie dadelijk laten zien. En een laatste zeebaars, dat maakt in totaal 24. Naast zeebaars hebben we hier zojuist ook winden, roofblij, snoekbaars en zandspiering gevangen. Op zich zijn die vissen die we vandaag gevangen hebben zo bijzonder nog niet, want jullie hebben ze in vorige video's ook al langs zien komen. Alleen in vorige video's in het Haringvliet had je in het zoetwater voornamelijk de zoetwatervissen, in het zoutwater voornamelijk de zoutwatervissen. Alleen op deze locatie in de Nieuwe Waterweg vangen we ze eigenlijk allemaal door elkaar. Met de monitoring van het Haringvliet voor het project De Zee in de Delta hopen wij ook aan de zoete kant in het Haringvliet aan te kunnen tonen dat door de kier in de Haringvlietsluizen er ook een situatie ontstaat waar je gewoon zoetwater, brakwater als zoutwatervissen aan kan treffen op één plek. Hoe de kier in het Haringvliet hiervoor kan gaan zorgen, laat ik jullie zien in de volgende aflevering. Als de spullen tenminste niet wegdrijven. Dus ik ga snel mijn spullen pakken.